Wij zijn de schrik van de snelweg. De vrees van de A2. Oh, oh. Wat kijk jij nou zo chagrijnig, Babette? Ja, ik ben binnenkort jarig. Weet ik wel. Heb ik aan mijn kinderen een hond gevraagd. Oh, doe maar. Ja, zo'n rashond of een sneeuw uit het asiel. Maakt mij niet uit, joh. Bovenaan mijn verlanglijstje. Een hond. Maar ik krijg hem niet. Waarom niet? Nee, zeggen mijn kinderen. Ja, mam, nou vind je het nog leuk. Maar over een paar weken is de lot er echt wel vanaf. Jij mag ook nooit wat. Jij moet de hele tijd werken, mam. Ja, wie gaat het beest dan uitlaten? Hè? Dus als het aan je kinderen legt, krijg jij geen hond? Nee. En mijn buurvrouw, die heeft diabetes, die krijgt er wel een. Omdat het zo zielig is als ze diabetes hebt? Nee, om te waarschuwen voor de bloedsuiker als hij te laag is. Oh ja, joh, wat knap. Soms denk ik, had ik ook maar diabetes. Nou, Babette, dat kan je niet zeggen. Een heel klein beetje diabetes, net genoeg voor een hond. Een hond die blaft als jij weer naar een roze koek loopt, zodat je geen diabetes krijgt. Die moet jij hebben. Of dan denk ik, was ik maar blind. Hé, hey, daar mag je niet mee spotten. Aan één oog, hè? En dan is zo'n schattig blinde geleidehondje. Schaam je. Ja, honden die helpen je bij epilepsie of als je autistisch bent. Ja, je hebt overal honden voor. Die houden de deur voor je open, doen boodschappen voor maar je. Maar jij kent alles nog zelf, dus geen hulphond voor jou. Helaas, ik kan alles nog zelf, ja. Behalve hond uitlaten dus. Juist. Hey Babs, waarom is daar eigenlijk geen hulphond voor? Een hond die je helpt je hond uit te laten. Een hondenuitlaathond? Ja, iedereen met een hond die wil toch een hondenuitlaathond? Want wie hebt er eigenlijk nou wel tijd om zijn hond uit te laten? Oh, ik zie het zo voor me. Een herdershond met een tikkel aan een riempje. Of een labrador met het poepzakje van een chihuahua. Maar als ik een hondenuitlaathond heb, dan krijg ik vast wel een hond van mijn kinderen. Maar ja, wie gaat mijn hulphond dan trainen? Ik? Ja, je hebt toch helemaal geen tijd om mijn hond te trainen? Nee, dat laat ik dan doen. Door weer een andere hond. Een hondenuitlaathond trainingshond. Ja.